Ja, Dordt geboren, hè, dus dan ben je opgegroeid in de Parkies. Dus als je Dordt komt, moet je naar Paul Parkies? Ja, zeker weten. Ja. Ja, het is gezellig, je kan zijn wie je bent. Weet je wel. Gezellig met vrienden altijd. Muziek is altijd wel te doen, dus altijd wel gezellig. De hele zomer lang is het dan ook voor veel Dordtenaren vaste prik op maandagavond. Samen naar het Wantijpark. Live muziek, een drankje erbij, huisdieren en kinderen mee. Gezelligheid kent geen tijd. Maar de kwaliteit van je oren wel. Opvallend genoeg worden er alleen amper gehoorbeschermers gedragen. Ook niet door kinderen. Van het geluidsvolume, nou is het goed. Is goed? Niet te hard? Nee, dat hoort zo denk ik. Het mag voor mij harder. Ja, vind ik wel te doen hoor. Nee, ik hou van hard. Ja. Of ik ben misschien dood, maar ik hou van hard, laat ik het zo zeggen. En om jij de oordop op doet? Van het harde geluid. Ja. En moest dat van je moeder misschien of van jezelf? Van mezelf. Ja. Zelf zegt hij dat hij er last van heeft. Dus hij had zelfs iets van ik neem oordoppen mee. Oké, top. Ja, heel wijs van hem. Nu doet u zelf oordoppen in of niet? Nee, ik doe zelf geen oordop in. En waarom niet, als ik vragen mag? Ja, ik heb ze wel, maar ik vergeet ze. En ja, ik heb nog niet echt... Ik weet dat er risico is, maar ik heb nog geen gehoorbeschadiging of zo. Okay. Maar daarin schuilt juist het gevaar, zegt KNO-arts Mark Vriebel. Ik zou zeker bij festiviteiten met lawaai oordoppen adviseren. Waarom? Je merkt vaak niet dat er schade optreedt. Sommige mensen hebben na afloop een beetje een ruis in hun oor, maar dat is niet altijd. Dat is wel het signaal, er is echte schade, maar je hebt zelfs ook al schade als je nog niks hoort of niks hebt gemerkt. En een oordop beschermt het geluid. Het zorgt dat je... binnenoor niet wordt blootgesteld aan lawaai en daarmee gespaard wordt voor schade. Zou uw kinderen wel oordoppen aandoen? Ja, ja, gewoon om bang te zijn dat er iets kapot gaat in te horen. En bij uzelf dan niet? Nee, eigenlijk niet. De lawaai discrimineert niet op jong of oud. Het is wel zo dat als je al wat ouder bent, heb je al iets minder goed gehoor dan toen je geboren was. En je kan dus wat sneller schade merkbaar hebben, dat je ook echt merkt, ik heb er een ruis van overgehouden. Dat is wel, te dichtbij is wel te hard. Dus, Heeft u ook wel eens gedacht aan oordopjes? Of? Wel aan gedacht, maar ik vind het best wel raar staan, dus ik denk, ja, laat maar zitten. Joh. Het heeft heel veel zin, want hoe verder je van de geluidsbron afstaat, hoe zachter het wordt. Naarmate je er verder af zit, neemt dat werkelijkheid de impact af. Dus het is minder hard. Dus dat is zeker altijd een advies. Ga nooit bovenop de box zitten om het extra goed te voelen, want daarmee maak je echt je oor kapot. Als je oordopjes in hebt, mag dat wel. Met oordoppen ook niet. Ook gehoorbescherming. Dat is maar net wat voor soort. Maar ik kan maximaal bescherming geven van 30, 40 decibel. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Want bij Paul Parkies gaat het om... sfeer, ja. En de muziek. Maar ja, dat is 1-1 is 2. En dus is het credo... Vooral genieten. Maar denk ook een klein beetje aan die zeurende KNO-arts die zegt van bescherm je gehoor wel goed.